Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Ik ben er weer, Zelda Player 20. En in de vorige aflevering hebben we eigenlijk veel Wall of Flesh runs gehad. Hebben we de eerste regenbui gehad. Hebben we Demon Altars verslagen zodat er nieuwe oors zijn. En tijdens het offscreen farmen, of ja, offscreen met camera aan, is er dit gebeurd. Leuk. Oh, niet... we hebben nog wel. Yeah, eindelijk! Ja. Ah! Hoe is het? Ah, ik ben zo blij! Fit. Hey jongens, dit is achter de schermen. Ga eens eventjes terug naar het mainproject. Hup. Yes! Ja, je hoort die Wilco op de achtergrond. Ik weet het. We zitten hier gewoon gezellig eventjes te kletsen. Ja, ik zit even gewoon op screen. Ga eens even terug naar de mainopname. Editor, doe eens wat. Hè? Dus ja, dat legt eigenlijk een heleboel eigenlijk uit. Zoals je dus ziet, we hebben dus 4 keer nog de Wall of Flesh. Ja, ik heb alleen laten zien bij de laatste, want we hebben al zoveel Wall of Flesh's gezien. Maar ik heb hem eindelijk, de Warrior Emblem, de Quick Sorcerer Emblem en de Ranger Emblem. Dat zijn de 3 dingen die we dus eigenlijk alle 3 nodig hadden. Nou ja, deze hadden we eigenlijk al 25 keer gekregen of zo. Oké. Overdrijven is mogelijk, ik weet het. Maar ja, als je 21 Wall of Flesh's moet verslaan, dan is het nogal echt vervelend aan het worden. Dus ik heb, dat wou ik heel eventjes ook sowieso laten zien. Onze nieuwe guide vond ik eigenlijk ook wel grappig. Aangezien dat we Brian dus in de lava, of ja, de voodoo doll in de lava hebben moeten gooien. Hebben we een nieuwe guide genaamd Asher. Oftewel, Brian is teruggekomen en heeft gezegd van, ik wil niet meer in de lava gegooid worden. Dus ik noem me eigenlijk gewoon Asher, daar ben ik er al gelijk vanaf. Of iets in die trend, weet ik veel. Maar goed, wat dus zo belangrijk is om al die emblems dus zeg maar te hebben. Ik heb er hier nog eentje, zeg maar, de warding. Maar het maakt eigenlijk niet echt veel uit welke dat we gebruiken. Want als ik deze dus zeg maar alle 3 bij me heb en ik ga eventjes langs ons tinkerer gevalletje hier. Dan zien we dus zeg maar hier de Avenger en die geeft 12% increased damage. Dus in plaats van alleen maar 1 klas increase te geven, het is wel 3% minder. Maar doet hij dus alle klassen omhoog met 12%. Dus ja, de Knight's Edge die doet nu 50. Equip ik deze. 54. Ja, en dat is hetzelfde met Magic Dam, met range wapens, met andere wapens. Dus zeker heel erg handig. Nou, we hebben dus nog een extra quick laser gekregen en een extra heel veel poonhamers. Dangerous zie ik hier. Maar ja, we hebben al onze Superior. Dus ik denk bij mijn eigen van, ik laat heel eventjes zien wat we gehad hebben. En wat ik normaal gesproken altijd offscreen doe om de inventory te legen. Als ik dus zeg maar zoveel extra dingen heb, verkoop ik die zut gewoon. Je ziet het, 3 gold krijgen we daarvan. Daar krijgen we weer 94 zilver van. Deze geeft zelfs 1 gold. De trofee die we al eentje op hebben gehangen geeft ook nog eens een keer 1 gold. Dus money. Nou, deze geeft geen value, maar die gooi ik ook gewoon weg. Ik bedoel, die hebben we ook gehad. Dus, zelfs als healing potions. We hebben zoveel healing potions dat ik gewoon zeg van, nou, sorry, maar ik gooi ze gewoon weg. Nou, dan heb ik dus eventjes een speciaal vakje. Want we zijn ook al bezig geweest met cobalt ore mining. Met onze molten pickaxe. Maar, nou heb ik dus zeg maar hier in dit kistje. Van, nee, niet in dat kistje. Yeah, stinkkistje. Volgens mij dan in dit kistje of was het mijn money kistje? Nee, dat zijn mijn wapens die ik toch nooit zou gebruiken, maar als ik hem gevonden heb. Daar heb ik dus zeg maar al een beetje hard mode zooi ingegooid. Dus sowieso de Soul of Night hebben we al heel veel gevonden. Maar ook Cursed Flames en Crystal Shards. Crystal Shards gaan heel erg belangrijk worden. Die hoop ik ook zeker heel erg veel te gaan krijgen in deze aflevering. Want ja, dat is wel de bedoeling. Dus dan heb ik eventjes na zitten te denken. Ja, we hebben ook Living Fireblock. Dat is eigenlijk ook best wel komisch. Die wordt gedropt door de demons in hel. Maar ja, in hel hoeven we gelukkig nou voorlopig ook niet meer te zijn. En ik zie dat het avond wordt. En avond is nogal gevaarlijk. Dus ik hoop zo snel mogelijk bovengronds weg te gaan. Even kijken. Living Blood Fireblock. Die gooi ik gewoon hierbij. Quickstack. Hoef nog geen extra verdieping te maken voor de NPC's. En dan zat ik dus heel eventjes te denken. Of we gaan dus zeg maar richting de Ice Biome. Waar heel veel sterke vijanden te vinden zijn om die oors te vinden. Of we gaan, zeg maar, even een kijkje nemen wat er bij de Hello te vinden is. En ik heb jullie de Hello nog niet laten zien in de Hello Biome. Dat is dus Hello Biome. Dat is een nieuwe biome en het leek me dus wel leuk om daar nou eigenlijk naartoe te gaan. Nou hoop ik niet dat er een enge tekst in beeld gaat komen, dat er een baas gaat komen. Want die baas kunnen we absoluut nog niet aan. Er zijn 3 bazen die op dit moment kunnen spawnen. Ik praat heel erg snel, dus eventjes goed opletten wat ik nou allemaal wel niet ga vertellen. We hebben dus kans op de Destroyer. Dat is eigenlijk zeg maar hetzelfde als de Eater of Worlds, maar dan veel groter en veel sterker. We hebben kans op de Twins. Het is hier wel heel erg donker nou. Waarom neem ik hier een LPV potion mee? Ik bedoel, the Blood Moon is rising. Oh nee. Oké.
Oké, change of plans. Als de Blood Moon aan het reizen is, dan komen er heel erg veel sterke vijanden. En dan wil ik hier eigenlijk best wel gaan staan. En we hebben de Magic Dagger, dus waarom nog niet? Even kijken, wat heb ik nou geëquipt? Dan kan Horseshoot, ik hem wel even weg. Ik bedoel, falling damage maakt niet zoveel uit, maar ik vind eventjes die extra damage en extra magie die we dus zeg maar krijgen, dat vind ik even allemaal heel erg belangrijk. En er is nou misschien een weapon drop die we dus voor elkaar kan krijgen. Dus onze battle arena die werkt hier heel erg goed mee. Dus oké, nou ik sla jou neer. Ik sla jou neer. Echt nou alweer een Blood Moon. Daar ben ik niet echt een... daar ben ik niet fan van. Maar ja, we hebben geen keuze. Ik wou eigenlijk naar de Hello Buyer. Maar ja, we hebben geen keuze. We moeten dus maar dit doen. En ik vind het hier eigenlijk een beetje donker. Dus ik wil hier eigenlijk een beetje licht hebben. Hallo, ik spring even over je heen, ja. Paas erop, hè. Oh, die doodles, die moeten we hebben, die moeten we hebben. Oh, boy. Oké, drop jij een banaan? Ik wil jouw banaan. Bananen. Wow. Bananen. Ik wil ze nou. Deze beesten, die kunnen dus zeg maar bananen droppen. De bananarang, om precies te zijn. En de bananarang, dat is ook weer een hele sterke item die we dus zeg maar kunnen krijgen. Mochten we hem dus niet kunnen krijgen, dat is dan heel erg jammer. We proberen hem natuurlijk wel. Hi. Bananarang, we hebben hem! 3 bananaranks! Yes! Oh, sweet, sweet, sweet luck op dit moment nog. Ik zal het maar niet te hard roepen, want anders gaat het geluk dus zeggen heel erg omlaag. Dus ik zal even laten zien wat de bananarang doet. Inimini, minimo, catch attacken. Ja, jij mag wel even weg. Oké, dus de bananarang die werkt als volgt. Het is als melee klasse neergezet. Maar je kunt het dus zeg maar meerdere stekken. We hebben er dus 3, dus we kunnen 3 van die dingen tegelijkertijd gooien. En oh, deze die doet zoveel lekkere damage. Ja. Al moet ik zeggen dat de vijanden ook best wel eigenlijk veel damage doen. Oké, wil je alsjeblieft smeren, dankjewel. Nee, maar sinds dat zeg maar de... Hey, we hebben een mechanical worm. We kunnen een destroyer oproepen wanneer dat we willen in de avond. Creepy. Oké, nou, dat is alleen maar gunstig. Daarom is een Blood Moon in hard mode heel erg handig. Omdat... Bosdrops die komen dus zeg maar veel meer voor. En lenzen zijn nog steeds heel erg belangrijk. Want dat moet ook, dat is een ingrediënt voor een bos summonen. Dus op zich is het wel handig om een blad te hebben. Maar zo vroeg, serieus. Ik heb nog niet eens betere armor. Oké, nou. Bananen. Mijn ergste vijand. Banaan. In Mario Kart 8 is dat mijn ergste vijand. Oké, nou. Ik heb trouwens eventjes nog gekeken. Ik heb besloten om Fiverr gewoon... ik wil eventjes kijken hoe dat Fiverr er inderdaad zeg maar een beetje bruinig uitziet. Ik wil niet te donkerbruin maken, omdat ik dan bang ben dat hij dus zeg maar niet echt meer op zou vallen. Dus, sommigen die wouden dus toch wel eigenlijk een beetje zeg maar de Fiverr zien zoals je de foto hebt gezien. Ik ga de foto er nou niet nog een keer in editen. We hebben de foto nou een paar keer gezien. Dus, ja. Nou, ik denk dat we dat eigenlijk wel hebben, maar misschien dat we nog een banana rank extra kunnen krijgen tot ik hem meer kan schieten. Dat zou helemaal geweldig zijn. Hallo. Nou weet ik niet of er nog een item... Nog een blindfold. Oké. Nou, dat is fijn. Daarom ben ik eigenlijk best wel blij dat we in een corruptiewild zitten. Omdat daar zeg maar de blindfold heel makkelijk te krijgen is. Nou ja, makkelijk. Ik heb er heel erg veel geluk mee, zoals ik nou kan zeggen. Dat wil ik wel heel eventjes benadrukken. Over luck. Vergeet niet, ik ben dit aan het let's playen. En jullie kennen ondertussen wel de grap van de let's play vloek. En voor de mensen die dus zeg maar een beetje ontmoedigd raken van... Ja, moet ik dat item nou wel gaan halen? Want ik zie hoeveel struggle dat Zelda Play 20 ermee heeft. Ik zou er gewoon voor gaan. Ik weet zeker, jullie hebben echt lange na niet zoveel problemen. Gisteren, Evan die had even contact met me opgenomen op Skype. En die had eigenlijk een hilarisch iets meegemaakt wat ook zo extreem klant is. Die was met een hard mode boss bezig. En was een hele sterke. Die heeft ook heel erg veel HP. En hij was er nog ook in een behoorlijke vroege stage, want die was dus gewoon random gespawnd. Want dan vertel ik daar ook over welke dus, want ik had al de destroyer, heb ik al gezegd. En er zijn er dus nog 2. En terwijl hij dus met die baas aan het vechten was, hij had hem nog maar heel weinig schade gedaan, valt er in één keer een ster uit de lucht, raakt die vijand, of ja, die baas, en dropt in één keer zeg maar 50% van zijn helft naar beneden toe. En daardoor had hij die baas dus heel erg makkelijk kunnen verslaan. Die kans is extreem klein. Maar je ziet het. Het kan gewoon gebeuren. Er kan zoveel gebeuren in de wereld van Terraria. En Corruptor, ik haat jou. Ga weg. Oh, ik hou van die banana ranks. Oké, nou. Ik krijg in ieder geval heel erg veel geld wat ik niet nodig heb. Dus ik denk dat ik nog 1 clowntje ga doen. En tot we dan gewoon, zeg maar, richting die, die wereld gaan. Richting de Hello. Sorry. Ik ben een beetje verkouden, jongens. Dus, Beetje last van mijn keel.
Maar dat houdt mij niet tegen. Ik ga gewoon nog steeds door me opnemen. Want ik heb er nog steeds heel erg veel zin in. Ik had ook heel erg veel reacties gekregen of ik echt inderdaad wel zo lang opneem en alles. Nou, het grappige is dus, zeg maar, op het moment dat ik aan het opnemen ben... ik vind Terraria echt een geweldig spel om te spelen. Het is echt een van mijn favoriete games geworden. Dus, ja... Ik vind het niet erg als een opname echt zo lang duurt tot het dus, zeg maar, zoveel uitgeknipt wordt. Want Terraria blijft elke keer gewoon een plezier om dat te spelen. En elke keer heb ik weer zin in een nieuwe opnamesessie. Dus, toch bedankt voor... Ja, ik heb heel veel van die reacties gelezen met medelijden en zo. Maar, alsjeblieft, heb geen medelijden. Ik vind het heerlijk om dit zo lang te mogen spelen. En maar weinig progress te hebben. Want, ja, Terraria is gewoon een heel erg leuk spel. En daarom raad ik het ook zeker aan voor heel veel mensen. Dus, en daarom geef ik er ook één kopie van weg. Aan de mensen op de Awesome Wall of Commons natuurlijk. Dus in het flashbackhuisje. Nou, mag ik nog één zo'n clowntje? Mag ik nog één zo'n... Weet je waar, ik ga eventjes zo'n LPV potion ophalen. De Blood Moon is toch bijna voorbij, dus we maken het uit. Hebben we eigenlijk nog leuke stuff gekregen? Ja, we hebben de Blindfold. We hebben een baas drop gekregen. Ja. Even kijken. Potions. LPV. Oh, we hebben er maar eentje. Nou ja, maakt niet uit. Eentje is er ook eentje. Dus, oké, lopen we even terug. Jij gaat even uit het spel. En jij bent hier aan het rondvliegen. Daar hou ik niet van. Ga weg. Oké. Dus, ja, Bloodmoons zijn inderdaad een stuk gevaarlijker nu. Maar op zich moet ik zeggen dat we geluk hebben met wapendrops. Dus, op de Nimbus na dan. Oké, nou, jullie mogen weg. Uit het spel, uit het spel, uit het spel. Jij ook. Ta-ta-ta-ta. Ik smijt een banaan naar je hoofd. Een bananensandwich met boter. Oké, nou, mag ik nog één clown tegenkomen? Gewoon eentje. Ik weet het, ik heb het wapen allemaal gewoon om een 6 te kunnen schieten of zo. Dat lijkt me veel leuker. Dan is het echt flop. Dus. Juist! Nou, drop er één, drop er één, drop er één. Drop. Nee, hij dropt ze niet. Ah. Nou ja, helaas. We hebben het geprobeerd, dus we gaan gewoon richting de Hollow Biome. En hopen dat we daar dus, zeg maar, het een en ander qua stuff kunnen vinden. Nou, ik weet dat het hier heel erg donker is. En ik wil hier niet de LPV potion gaan gebruiken. Ik haat jullie. Oké, het is nog steeds Blood Moon. Weg jullie. Oké, nou, Hollow Biome die is niet zo ver weg. Vijf, was dat? Nee. Wel zeg, ik deed hem 50 graden. Nou, en Stars, ja, er is een wapen dat je dan, zeg maar, Stars zou kunnen schieten. Maar, ik weet niet, ja, misschien dat ik het zou kunnen maken. Ik heb ook gehoord dat het een hele goede Wall of Flash Destroyer is, dat wapen. Maar, ik weet niet, misschien kunnen we nog iets met de sterren. En, een tophoed, wat leuk. Oké, nou, volgens mij komen we nou bij de Hollow Biome uit. Ja, dit is Hollow. Oh, boy. Oh, boy, gelijk een van de gevaarlijkste vijanden die we tegen hier kunnen komen. Ga dood, ga dood, ga dood, ga uit het spel, ga uit het spel, ga uit het spel, ga uit het spel. Dankjewel. Oh. Die beesten zijn gevaarlijk. Die schieten dus, zeg maar, met lasers op je... Geef ze geen kans om te schieten. Ik serieus. Corruptie en... oh, ik heb geen toortjes meer. Heb ik? Nee, ik heb geen... Ah, ik heb geen hout bij me. Ah. Heb ik gel? Ja, ik heb gel genoeg. Kan ik hier heel even... Hebben we hier bomen? Dat ik heel eventjes hout om kunnen hakken of zoiets. Oh, irritante nabies. Jullie moeten we killen voor een belangrijk item. Oh. Heel veel doodles. Heel veel doodles. Ja, ik noem ze navi's, omdat ja, ze zien eruit als navi's en ze zijn gevaarlijk en ze willen je doden. Maar ze zijn, zeg maar, ze kunnen dus, zeg maar, heel veel van de belangrijke items droppen. Hoe heten jullie eigenlijk? Pixies. Oké, nou, het zal wel. Oké, allemaal dood, allemaal dood, allemaal dood, allemaal dood, allemaal dood, allemaal dood, allemaal dood. Jij ook, uit het spel, allemaal. En hier hebben we de Hallowed muziek, dus ik ben heel even stil omdat we nieuwe muziek hebben. Banner, tuurlijk. Tuurlijk krijg ik eerst een banner in plaats van de megafoon die ze droppen. Maar maakt niet uit. Ik heb hout nodig. Maar ja, dit is dus de Hello muziek die dus nu speelt. En dit is dus de compleet nieuwe biome waar dus nieuwe vijanden in spawnen. En waar we dus, zeg maar, iets heel belangrijks kunnen vinden. Nou, ik zie hier wel wat hout. Hout is hout. La 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 la. Papadapapap hout. Da 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 da. Hout is fout. Nou ja, dit hout is eigenlijk... Nee, maakt niet uit. Oké, torches. Hoeveel kan ik er maken? Ah, 60. Dat is zat. Oké, nou, eventjes die hierbij plaatsen. Ik heb heel erg veel stuff bij me. Maar ja, kistjes die zijn er niet echt meer zo interessant
als dat de telefoon gaat. Ik ben zo bij jullie terug. Oké, nou altijd leuk als je zomaar gebeld wordt. Hey, Pixie. Pixie. Navi. Ik blijf je gewoon Navi noemen. Ik blijf jou gewoon Navi noemen, want jij bent gewoon een Navi. En jij kunt iets leuks droppen en jij geeft dat nu aan mij. Ja, voor de mensen... Ah, net zo'n telefoongesprek gehad en dan ben ik alweer gelijk mijn stem een beetje kwijt. Sorry dat ik elke keer als ik een Navi zie, dat ik er gelijk achteraan ga. Maar ja, die kan dus iets droppen wat we dus zeker nodig hebben. Dus vandaar dat ik daar zeg maar wel achteraan wil gaan. En oeh, dit is donker. Oeps. Even torch hier. Oké, ik gebruik al eventjes de LPV potion. Nou weet ik niet meer hoe lang ik aan het opnemen ben geweest in deze part. Ik doe gewoon nog even de 10 minuten op een klokje in de gaten houden en... laten we hier eens even naar beneden graven. Ah, excuses. Excuses. Oké, nou. Pearlstone blocks, dat zijn dus zeg maar de nieuwe blokken die we dus zeg maar naar tegen komen. Die minen extreem langzaam. Ik kan niet wachten tot ik een betere pickaxe heb. Echt serieus. Oké, mag ik heel eventjes... Juist, dat is beter. High fiver, fijn dat je er toch nog heel eventjes bij komt. Dat maakt mij een heel blij konijntje. Oh, deze... Gaat dit sneller? Dit zijn maar 2 ticks, dus... Oké, even kijken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, nou zitten we weer op dirt, hè. Echt. Dirt, dat gaat met deze sneller. Maar waar maakt het allemaal ook uit? We gaan gewoon hier eventjes naar beneden. Heel eventjes kijken wat we hier beneden kunnen vinden. Aangezien dat dit dus zeg maar een ondergrondse... weet je maar, ik zie daar achter. Ik zie daar water. Ik hou niet zo van water. Dus we gaan gewoon eventjes daar naar die cave die we dus zeg maar daar zien. Kan ik... Nee, ik... dit kost zoveel tijd. Weet je waar, ik zie jullie wel op het moment dat ik daar ben. Oké, ik zie hier 2 demon altars. Dus even deze gelijk even slopen. Waarom ook niet? Ik bedoel, kan geen kwaad. Oké, nou, ik zie hier echt zeg maar heel erg veel hallo. En daar kunnen we dus zeg maar van die weg jij. Dan kunnen we dus zeg maar heel erg veel van die crystals vinden die ik dus zeg maar al 5 heb. En die hebben we dus zeker nodig voor wat we dus zeg maar zoeken. Ja, ik hou jou gewoon even op afstand. Oké, bananarang. Oké. Natuurlijk loopt het hier weer dood. Ik zie jullie wel als ik echt een cave system heb gevonden. Hé, een kistje. Of is dat Mimic? Het staat onder water, dus ik denk dat dat Mimic is. Ik geloof niet dat dat een kistje is. Oké, het is wel een kistje. Het is een legit kistje. Oké. Onzin. Nou ja, ik wil het geld hebben. Ja, doe maar even zo. En ik wil die mining potion even hebben. De rest laat ik gewoon liggen. Waar is dit? Tinbar. Nou, lekker laten liggen. En even kijken. Hier is op zich wel een cave system of iets. Dus... Oké, kan ik dit er even snel even dicht maken? Snel, snel. Oké, zo. Niet alle water hierheen is stopt. En tjepa, afstand! Want het mooie van een... er staat hier een doodle, 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 er staat daar een doodle. Ik haat dit water, echt. Kan ik heel eventjes daar naar boven toe? Ik bedoel, vergeet niet met de mining potion, mine je dus een stuk sneller. Wat zeker handig is als je dus zeg maar hiermee bezig bent. Dus weet je wat, ik gebruik hem gewoon. Gebruik hem gewoon, maakt mij het uit. Hoppakee. Kijk, dat gaat al een stuk sneller. Nou ja, een beetje... stuk is een beetje overrated. Dus... krijgen we nou iets nog voor elkaar in deze aflevering? Of... Hey, kobold! We krijgen iets voor elkaar in deze aflevering. En we hebben een bladmoe gehad. Ken ik die al? Nee. Ja, dit gaat toch een stuk sneller met die pearlstone blok. Ik kan niet wachten totdat we een iets sterkere pickaxe hebben. Oké. Juist, die wou ik hebben. Oké. Ik zie heel erg veel van die navi's, dus... Oké, eventjes gewoon hier, zo. En een heel stuk... Ach, ik zag je wel aankomen sluipen, jij... Stiekemert. Oké, nou, ik zie heel erg veel navi's. Die gaan we heel eventjes laten voelen hoe scherp dat ons boemerang is. Ik wist niet dat boemerangen scherp konden zijn, maar goed. Oké, hallo. Drop jij wat ik nodig heb? Nee, natuurlijk niet, hè. Oké, nou, hebben we onze LPV-potion nog voor 1 minuut? Het is jammer dat ik niet meer heb, maar dat maakt niet uit. Oké, daar moet ik deze voor gebruiken. Nee, daar moet ik deze voor gebruiken. Gaat heel erg goed. Oké, dan hebben we weer wat kobalt. Ik hoop dat we in de volgende aflevering dan zeg maar onze kobalt pickaxe kunnen gebruiken. Dat zou ik... heel erg fijn vinden. Dus, Oké. Omlaag. En dan weet ik niet of ik al genoeg heb voor een pickaxe. Maar dat zou wel heel erg fijn zijn. Tenminste, dat maakt mij ook een heel blij konijntje. Oké. En hier weer omlaag. Oké. We kunnen hier nog even iets verder. En we hebben weer zo'n doodle. Hij is er wel blij mee.
Tot hij zo'n doodle is. Oké, okay, nou, we hebben hier weer helemaal niks. Nee dan. Beetje oor. Hieronder zit nog een cave system. Oké, okay, even snel. Ik kan nog. Ik kan niet hoger. Ik had gehoopt dat ik het wel kon. En oh, dat. Navi's hebben. Ja, die geven nog veel licht. Dus. Nee, dat wapen wil ik niet gebruiken. Ik wil dit wapen gebruiken. Oké, okay, nou. Kan ik hier al eventjes. Want wij zijn dus op zoek naar die kristallen. En die wil ik zeker een paar vinden. Ik heb een bananenboomerang. Waarom droppen jullie nou niet wat ik nodig heb? Waarom zijn jullie nou zo gemene konijntjes? Kom je nou alles konijntjes, zelfde player? Yep. Makkelijker kan ik het niet maken. Oké, okay. Navi sterf. Listen! Boomerang naar je gezicht. Oké, okay, nou, even kijken hoor. Hallo booby trap. Er was bijna ingevallen, zag jullie daar. Zo, die mag weg. Zie ik hier ook crystals? Zo te zien nog niet. Wel een enge doodle daar. Eerst heb ik die doodle laten weg. Ga eens weg. Dankjewel. Oké, okay, nou. Zoals ik al zei, we hoeven niet echt meer te minen voor oors. Als het kobalt is, dan wel, maar... Oké, okay, nou. We moeten diepen, dat weet ik wel. Dus, ja, wat doen we nou? Even snel wat, even keuze maken. Ik ga hier gewoon naar beneden toe. En ik zie jullie wanneer dat er weer iets boeiends tegenkomen. Zoals een ondergrondhuis, waarom ook niet? Oké, okay, nou, waarom ook niet, hè? Hallo, wat hebben we hier? Flaggun, een archery potion, waarom ook niet? Ja, zoals je ziet, ik ga niet alle stuff meer meenemen dat in die kistjes zit. Aangezien het heeft geen nut meer. Alle items die dus zeg maar in de kistje zit, is eigenlijk een beetje overbodig. We hebben het niet meer nodig. Dus, oh, dit is zand. Oké. Okay. Oh, en daarboven zat ook water. Nou ja, lekker belangrijk. Het is nog wel heel erg donker, dus ik zie jullie in een... Uh-oh. Dat ding doet pijn. 60 damage, serieus? Zo. Oh. Oké, okay, nou, ik zie jullie dus in een seconde. Oké, dat ging niet echt helemaal goed. Nou, ik heb dus niet echt zeg maar al veel kunnen vinden daar in de Hallowed Biome, zoals jullie dus zeg maar kunnen zien. Er zouden daar heel erg veel crystals moeten zitten, maar op dit moment hebben we dus daar niet echt veel geluk mee. Dus ja, ik denk dat we een beter geluk hebben als we dus zeg maar nog verder de Ice Cave gaan exploren. Dus nou ja, we hebben weer heel erg veel stuff, dus ik ga heel eventjes mijn inventory kleren en ik zie jullie in een seconde. Oké, okay, ik heb nog een blijkbaar een ander wapen opgepakt zonder dat ik er erg in had. Dat is de KO Cannon. KO Cannon die, ja, doet dit. Dat is eigenlijk praktisch wat hij doet. Ik gebruik hem zelf niet. Dus ik ben er niet echt een liefhebber van. Dus die mag bij de wapens die we hebben gevonden. Volgens mij ook een rare drop van de clown die we dus zeg maar tegen zijn gekomen. Die is van die bommen gooit. Dat is leuk dat we die ook gevonden hebben. Ik heb in ieder geval heel eventjes de kobalt die we allemaal gemined hebben. Heb ik even omgezet in bars. En als ik me niet vergis kunnen we nou de kobalt pickaxe maken. Ja, yeah, die ligt hier. Even kijken, 15. Ah, dat is decent. Kobold pickaxe, 13 melee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat hij snel kan minen. Kobold repeater. Nou ja, ik gebruik eigenlijk geen pijl en bogen meer, dus. En als je dus zeg maar hier gaat kijken bij de defense, dan zie je dus zeg maar 11 defense. Op zich is het wel wat meer, alleen de andere dingen die zijn weer wat minder, dus ja. Ik denk niet echt dat ik verder nog iets met kobold zal doen, dus vandaar dat ik zoiets heb van, nee. Oké, okay, nou, dus even kijken, dit is voor de hellstone, die hebben we niet meer, dus jammer. Oh jawel, helft hebben we nog wel. Dit is voor meteors. Maar die hebben we niet meer. Oké, okay, nou lekker belangrijk. Dus we hebben nu een nieuwe pickaxe. We hebben dus zeg maar ja, een bladmoen gehad. We hebben twee nieuwe wapens te pakken gekregen. We hebben de boomerang en dus de KO gebeuren. Niet dat we die echt nodig hebben. Maar ja, weet waar het witheid voor is. Het is witheid voor de comment van de dag. Ook al hebben we niet veel echt kunnen vinden in de... ja, in de... hello bye, misschien dat we dat later nog wel gaan vinden. Dus ik pak heel even de comment van de dag erbij en ik zie jullie in een seconde. Oké, okay, nou, de aflevering 14 was het. En die komt van Sam van der Drift. En die had geschreven, duurde de opname echt 4 uur, echt medelijden. Nou, het is grappig dat je dat tot die comment geselecteerd is, want ik had het er eigenlijk al een beetje over. En ja, Terraria is eigenlijk een van mijn favoriete games, dus ja, tot een opname. Oké, okay, ik moet wel zeggen dat als je in een dungeon non-stop vast blijft zitten om maar één item te krijgen, ja, dan kan het wel een beetje vervelend worden. Maar medelijden heb ik niet echt nodig, jongens. Ik bedoel, ik vind het leuk om te doen en elke keer jullie gave reacties er weer bij, dat maakt het ook gewoon allemaal waard. Dus... top bedankt voor de reactie. Je staat op de wall of awesome comments in het flashbackhuisje.
Dus ja, gefeliciteerd. Nou, met dat, ik denk dat we morgen dan toch maar richting het IJspaleis toe gaan. Aangezien dat het nou ook nog niet regent en alles. Dus dan gaan we gewoon verder het IJspaleis hier binnen in. En dan gaan we eens heel even kijken wat we hier allemaal wel in kunnen vinden. We zijn nog heel erg diep gegaan. Dus ik denk dat we beter, zeg maar, een andere kant in kunnen schuiven. Tot ik hier naar beneden graaf of zo. Want ik wil eigenlijk nog de Ice Skates misschien nog vinden. Dat zou een leuke upgrade zijn voor onze schoenen. Dus wie weet, misschien vinden we hier wel eentje. Dat gaan we dus morgen doen. Dus ik dank jullie sowieso voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten. Heb je vragen over deze afleveringen? Laat het weten in de reacties. En ja, laat een like achter als je er tijd voor hebt. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal te zien morgen bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Tot dan en bedankt voor het kijken nogmaals. Doei!